Op maandag 2 januari rond 3:30 kreeg de brandweer een melding van een buitenbrand aan de Oude Bocht. Aangekomen bleek er in een speelveldje afval in de fik te zijn gestoken. De brandweer heeft de brand snel kunnen blussen. Wel heeft de brandweer een fles met brandbare stof aangetroffen. Waarschijnlijk is dat de reden van de fik geweest. Nadat de brandweer klaar was, zijn ze gelijk doorgegaan naar de Groene Weg, want daar stond een container in de fik.